Welkom bij een nieuwe Leusden Update. Vandaag gaan wij gluren, niet alleen in Leusden, maar ook in Achterveld. En in Achterveld wordt het heel erg leuk, want het wethouder van Leusden, Erik van Beurden, heeft zijn huis ter beschikking gesteld voor een prachtige opname. Volle bak, net moest je al mensen weigeren. Helaas, tegen mensen zeggen, kom over een uurtje terug. Ja. We hebben vanmiddag 4 optredens, dus er is vast nog wel een plaatje. Ja. Maar ja, vol is vol. Ja. Meer kan ik er niet in mijn huis toelaten. Geen paniek? Nee, absoluut geen paniek. Nee, ik weet zeker dat iedereen die graag wil komen kijken, vanmiddag vast nog wel een plekje vindt. He, want het programma is er ook op gericht. Niet alleen bij ons, maar ook op 4 andere plaatsen in het dorp zijn optredens. Ja. Steeds met een half uurtje tijdsverschil, dus het komt helemaal goed. We gaan straks in gluren in Leusden, maar hier gluren we nu even bij jou. Wat is er te gluren? Er is vanmiddag bij ons twee inmiddels internationaal, maar ook lokaal bekende opera-zanger en zangeres, Donij van Doren. Ze zingt bij André Rieu. Ja. En Fabian Egli, een beroemde musicalster die ook wereldwijd zingt. Ze hebben allebei in de opera van Leusden meegedaan in augustus op Kasteel Stoutenburg. En ze gaan dit jaar weer meedoen aan onze opera. Ja, ja, twee wereldnamen. Nou, een opmaatje. Ja, het is, nou, ik wil het wel los zien voor de opera. Ja, het is vanmiddag een ander programma. Ja. Dit is echt gluren bij de buren. Ja. Maar ze hebben al een naam in Leusden. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Dus. Is dit leuk? Ja, normaal zitten de mensen meters van mij vandaan. Ja, ja. Of bij jou waarschijnlijk ook. En nu zit je bijna op iemands schoot. Dat maakt het, maakt het wel uniek. Daarom zei Donij waarschijnlijk ook spannend. Dat je eerst denkt van wow. Je zingt iemand echt rechtstreeks op zijn hoofd. Zeg maar. En dat is hier gewoon heel anders dan in een theater. Waar je toch, of in een grote zaal met concerten. Waar je altijd nog wat ruimte hebt en wat meer kunt projecteren. Hier is het zo dichtbij, maar dat is ook wel leuk. Je ziet meteen de reacties van de mensen. Ja. The phantom of the opera is there inside your mind. Those who have seen your face draw back. They keep
light unfurls its splendor. Hear it, feel it, tremulous and tender. Open up your mind, let your fantasies unwind in this darkness which you know you cannot find. The darkness of the music of the night. Close your eyes and surrender to your darkest dreams. Hurt all thoughts of the life you knew before. Close your eyes and let spirit start. Heel erg leuk. De mensen zijn zo dichtbij. Ja. En ja, dat maakt het gewoon heel bijzonder. Heel knus. Ja. Ja. Ja, we wisten het niet van tevoren. Hè. Wij hebben dat gewoon zo bedacht. En dan kom je hier terecht. En dan heb je eigenlijk perfecte ruimte voor zoiets. Dat is toeval. Maar dat is wel heel leuk. Ja, dat is heel leuk. We hebben niet kunnen repeteren, zeker? Niet echt. Ja, thuis in onze eigen huiskamer. Ja. We hebben net natuurlijk wel wat settingen doorgenomen. Ja. Maar ja, het is toch spannend dan. Cellophane, for you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there. I tell you, cellophane, Mr. Cellophane, should that be my name, Mr. Cellophane, for you can look right through me, walk right by me. Ja, ja, zeker. Eerste keer. Ik heb al eerder huiskamerconcertjes gedaan, maar niet in zo'n setting. En niet met zo'n soort van een scène, want eigenlijk spelen we een mini-musical hier. En dat is zeker de eerste keer, maar voor alle gekke dingen moet het een eerste keer zijn, toch? Ja. We konden natuurlijk alleen maar inschatten hoe het zou zijn met mensen erin. Maar volgens mij klonk dat goed. I've never done before.
adembenemend. Ja. Werkelijk waar. De entourage natuurlijk werkt wel mee, maar die twee professionals die zongen de sterren van de hemel. Ik heb echt goed mijn tranen in mijn ogen gehad. Ja, dan iets heel anders. In, we gaan van opera naar een coverband, Just Us. Ja. Gast hier en vrouw zijn Nico en Anneke. Anneke. Enorm swingend. Het is echt, je wil eigenlijk dansen ook erbij. Maar ja, het is helemaal vol, dus er is geen ruimte meer. Er waren vanmorgen eerst 45 man, daarna waren er 50 man. Ja. En ik denk er nu misschien wel 60 komen, dus ja, het wordt stapelen, denk ik. Ben je erop berekend? Nou, we hadden gerekend op 30 man, dus ja. het is nog iets meer dan we dachten. Nou, ik moet zeggen, kijk, we krijgen die band, Just Us, die krijgen we gewoon toebedeeld, want we hebben het niet geselecteerd. Geen invloed. Dus we moesten maar zien wat er kwam. Ja. Nou, het is echt geweldig. Ze doen het zo leuk. En zo swingen die twee zangeressen, die staan daar te dansen, te springen. Ja, het is echt geweldig. Wie heb ik hier? Een fan van Just Us? Nou, nee, de buren. De buren? Ja. Wat denk je? Of zijn de buren ook ingeschakeld? Nee, het is gluren van de buren. Wij wonen hier vlakbij. Er komt ook gluren. Ik kom van de muziek genieten, hè, natuurlijk. Dat is het allerleukste. Ja. Wij zijn zeskoppige band. Dus vier muzikanten, dat zijn mannen. En twee zangeressen. Dat zijn Mario en ik. En wij spelen eigenlijk van alles. Pop, rock, ballads, Nederlandstalig, Engelstalig. En we hebben al twee volle huiskamers gehad. Ik hoorde het net. Jullie zijn... Jullie stijgen in populariteit. Nou, zeker weten. Ja, het is echt super. Ik had niet verwacht dat er echt zoveel mensen zouden zijn. Het is echt, ze staan tot aan de keuken. Succes! Dankjewel. Succes. Dankjewel. Woonkamers bezocht en wij zijn erg verrast door de aanloop van Leuzense inwoners. We zijn heel blij tot nog toe. Lisbeth, jij ook, hè? Zeker, ja. Nee, de eerste editie, altijd spannend. En we kunnen denk ik nu wel al stellen dat het daverend succes is. Bijna alle woonkamers zijn vol. Dus ontzettend fijn om te merken dat het zo leeft in Leusden ook. Zijn ze allemaal af geweest? Bijna. Ik moet er nog een stuk of vijf. Maar ja, allemaal is niet te doen met zo'n fantastisch programma. Dus je moet keuzes maken. Maar ik hoor wel goede berichten ook van de woonkamers waar ik niet geweest ben. Dus dat is heel fijn, heel positief. Dus cultuur leeft een beetje in Leusden? Nou, blijkbaar. Want ik moet zeggen dat ook alle optredens die we tot nog toe gezien hebben echt behoorlijk van professionele kwaliteit zijn. En vooral ook dat iedereen heel veel lol en plezier heeft. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja.
En nou ja, we zien het aan het aantal fietsen wat hier voor de deur staat. Het is afgeladen, dus cultuur leeft blijkbaar, zeker in Leusden. Nou ja, hoe het vooraf ging is in november, december hebben wij een werving gedaan hier binnen in Leusden voor woonkamers en voor artiesten. En ja, gelukkig genoeg hadden we een 20 aantal lokale artiesten die het ontzettend leuk vonden om op te treden. En vrijwillige woonkamers ook. En die hebben we gematcht. En is een fantastisch programma volgens mij uitgekomen met een mix van, nou ja, zoals dit, hoogprofessioneel en ook ja, iemand die net dwarsfluit heeft geleerd en dat te gehoren brengen. Dus het is een heel divers programma. Behoorlijke diversiteit, ja. Met van alles wat. Ja, ja, van theater tot muziek, cabaret, ballonkunstenaar, poëzie. Dus er zit van alles in het programma. En ik zag je net al een bepaalde muziek, een beetje dansen. Je kon niet stilstaan, hè? Nee, dat komt door mijn persoonlijke achtergrond. Dus dat zal ermee te maken hebben. De Dansacademie. De Dansacademie. Ja. Al vandaar dat ritmische gevoel. Ja, 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 ja. Een kleine zitten, sla je arm om me heen en hou me stevig vast. Al die gezichten, ik heb maar een leven op een vreemde baan.